Uroloog doet operaties. Ivo Morales treedt af. En belangrijke gebouwen renoveren. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. De kinderurologie missie van het Academisch Ziekenhuis is vandaag gestart. De jongens tussen 1 en 5 jaar met de afwijking in hun penis worden geopereerd. De missie duurt een week lang. Urologie is een specialisme die zich bezighoudt met afwijkingen aan de nieren, urinewegen, de blaas, de prostaat en het mannelijke geslachtsdeel. En meestal gaat het om afwijkingen die bijvoorbeeld een operatie, waarvoor een operatie nodig is. Bijvoorbeeld dan moeten we denken aan mensen met nierstenen, mensen met tumoren aan de nieren, blaas en prostaat of infecties en dat soort dingen. In de kinderurologie zie je dus meer aangeboren afwijkingen. Dan moet je dus denken dat er een afwijking is aan de nieren, urinewegen en blaas en het mannelijke geslacht. Dat daar iets niet goed aangelegd is. Bijvoorbeeld een vernauwing van de nierleider. Dan heb je dus dat die nier opgezwollen is, een hydronefrose heet dat. Maar ook alle andere afwijkingen van de blaas. De meeste afwijkingen die we hier zien in Suriname zijn dat de plasbuis niet compleet aangelegd is. Dus dat het halverwege gestopt is. Dat de plasopening niet op de top is van de penis. Maar bijvoorbeeld waar het balzakje is of ergens daar halverwege. Volgens de literatuur is dat 1 op de 250 kinderen. Maar hier in Suriname valt het wel mee. We hebben ongeveer 10 gevallen per jaar. En dan heb je dus milde en ernstige en niet alles hoeft geopereerd te worden. De ernstige sowieso. Dus de kinderurologie missie, we proberen dat iedere jaar te organiseren in Suriname. Soms lukt dat niet hoor, maar goed, het is voor 2019 is dat gepland in november. En dan hebben we 1 week waar dus 4 dagen elke dag kindjes gaan opereren. Het gaat met name om de hypospadi, waar die plasbuis niet helemaal aangelegd is. De behandelingen zijn vaak operatief. Is dat je dus een correctie doet, dat je de plasbuis operatief eigenlijk afmaakt. En om een bepaalde operatie goed te kunnen doen, moet je daar ervaring hebben. Dan moet je dat vaak doen. En gezien het niet zo vaak voorkomt hier in Suriname, dan bouwen die expertise niet zo goed op. Bepaalde milde vormen doen we dan wel gewoon zelf, maar de ernstige vorm van hypospadie willen we toch dat iemand ervaren dat hier komt doen. Bolivia heeft geen president meer en Sesamstraat bestaat 50 jaar. Deze berichten vandaag in ons kortnieuwsblok. Ken jij Ernie en Bert van de Sesamstraat? Niet? Maar je hebt vast wel een aflevering of foto van ze langs zien komen. Deze twee horen bij de bekende televisieserie Sesamstraat. Ze bestaan vandaag 50 jaar. De televisieserie Sesamstraat is als eerste gestart in Amerika in 1969. Een educatief programma dat kinderen in achterstandswijken spelenderwijs van hun leerachterstand wilde helpen. 7 jaar later kreeg ook Nederland een Sesamstraat. Sesamstraat begint met een scène in de straat met fantasiefeest. In de tv-serie praten ze over verschillende dingen zoals eerlijk delen, ruzie, vriendschap, verdriet. Ook worden er letters en cijfers geleerd aan de kinderen en het programma wordt meestal afgesloten door een Sesamstraat-acteur die een verhaaltje voorleest voor een kleine groep kinderen. Ivo Morales, de Boliviaanse president die 13 jaar aan de macht was, heeft zijn functie vandaag neergelegd. Hij is geen president meer. Al weken wordt er fel geprotesteerd in Bolivia. De bewoners zijn niet blij met de gang van zaken in het land en zeggen ook dat de afgelopen verkiezingen in oktober niet eerlijk zijn gegaan.
Niet alleen de samenleving protesteert tegen Morales, maar ook de politie en het leger. Zij hebben hem gezegd dat het beter is als hij opstapt. President Morales zou eerst nieuwe verkiezingen uitschrijven, maar gisteren heeft hij plotseling bekendgemaakt dat hij aftreedt. Ex-minister van Buitenlandse Zaken Winston Lakin is overleden. Winston Lakin was al een poosje ziek en werd behandeld in Colombia. Lakin liet eerder in een video weten dat hij blij was en zich goed voelde met de ondersteuning en de appjes die hij ontving om te vechten tegen zijn ziekte. Mensen in Suriname, hartelijk dank voor alle ondersteuning die ik krijg. Ik zie de appjes, ik lees ze, ik kan niet allemaal beantwoorden. Hij heeft vandaag het leven gelaten. Winston Lakin is 64 jaar oud geworden. Behalve dat het oud parlementsgebouw weer wordt opgezet, worden belangrijke gebouwen in de binnenstad ook gerenoveerd. Op zo'n manier ziet onze binnenstad er ook keurig uit. We hebben heel weinig van die originele gebouwen over. En het kleine beetje wat we nog over hebben, willen we wel weer terugbrengen in de nieuwe gebouwen. Dus die stenen basementen, die zijn nog goed. Maar je kunt ze niet zo maken. Je kunt ze niet zomaar opnieuw gebruiken. Dus gaan we de stenen loshalen. En met die losse stenen gaan we de nieuwe basementen maken. Die stenen zijn daar zo lang geweest in die oude gebouwen. En als ze nog goed zijn, ja, dan wil ik ze weer terug hebben in die nieuwe gebouwen. Toen die gebouwen afbrandden, waren ze geliefd in heel Suriname. Het waren de bekendste gebouwen van heel Suriname. Uiterlijk krijgen ze hun vorm weer terug. Tenminste, aan de zijde van de Henk Arnonstraat. Aan de achterkant zullen het moderne gebouwen zijn. We maken dus niet meer de oude houten gebouwen terug. Als het ware krijgen ze een oud jasje, maar het zijn moderne gebouwen in een oud jasje. Het tweede pand, het pand daar, verreweg het mooiste, het houten gebouw was van heel Suriname. Maar het was zo mooi, dan moet je wel een hele speciale functie hebben om het in die vorm te herbouwen. Het zal dus een betonnen gebouw worden, dat er aan de buitenkant weer uitziet zoals het houten origineel. Jammer aan de ene kant, maar aan de andere kant zal het een hoop problemen besparen. Ik doe graag restauraties, omdat bij restauraties krijg je te maken met de geschiedenis, met het vakmanschap van vroeger, dat je leert waarderen. Dat zeer zeker in deze oude gebouwen in ruime mate aanwezig was. En ja, het is gewoon leuk om te werken in de oude stad. Het zijn leuke projecten om te doen. Wat ook zal worden gedaan, het ministerie van Sozavo aan de waterkant. Het gebouw aan de Mirandastraat, waar vroeger de Kamer van Koophandel was, dat in brand is gegaan een paar jaar geleden, dat zal ook worden aangepakt. Dan hebben we verder het gebouw hier net achter. Het gebouw, dat was een gebouw van Juspol, dacht ik. En het gebouw van Juspol, hier, dat wordt ook aangepakt. Het zijn geen projecten van mij allemaal, maar ik ben blij dat ze allemaal worden aangepakt. En de 10 minuutjes zijn om. Bedankt voor het kijken. Sribi Shwiti, Tetamara. Doei doei.